echt niet. Mag ik iets vragen? Op 1 oktober organiseren wij een aantal... Kun je een beetje articuleren? Je stelt mijn vraag en je doet je mond niet open. Sorry. Hoe staat jij hier ook? Stel uw vraag. Dus op 1 oktober organiseren wij in Antwerpen, Gent, Brussel en Charleroi een aantal concerten voor verdraagzaamheid. Eindelijk. En wij zoeken ze... Jij bent dus Tim Barman. Ik had het direct kunnen zien aan dat grijsvel van u en die wallen onder uw ogen. Heb je drugs gepakt? Jij moest u schamen. Jij en heel die troep artiesten die meedoet aan dat concert. Een beetje met uw gat staan draaien op jullie ivoren podium. Terwijl hier beneden, in de echte wereld, het iedere dag oorlog is. We worden omsingeld door een bende roofdieren. Met bommen en messen. En wat doe jij? Liedjes zingen, meneer. Voor verdraagzaamheid, meneer. En oh, lekker multicultureel en alles bij zijn vrede. Je zou beter wat vroeger opstaan. Lui gat. En uw ogen openen. In plaats van vriendjes te maken met de negers en de makakken. En al dat bruin krapulie! Wacht. Mag ik dat niet zeggen? Is dat niet politiek correct? Dat is nu vrije meningsuiting, zeg. Als ik, makak wil zeggen, dan zal ik makak zeggen. En geen ene linkie-winkie die mij zal tegenhouden. En jij zeker niet met je stom concert. Ik hoop dat godverdomme regent op 1 oktober. Dat het met bakken uit de hemel valt. En dat je daar als natte kikkers komt staan bevriezen. Zoals op uw onnozele witte mars. Krapul! En weet je waar ik zal staan? Hier, thuis, voor mijn deur, met naast mij een grote vuilnisbak. En iedereen die in die vuilnisbak een cd gooit van een van die omhooggevallen circusartiesten van u, krijgt van mij een frisse Vlaamse pint. Gratis en voor niks. Ga dan maar ander werk zoeken. Aap.